Ook in de jeugdzorg maken cliënten en medewerkers zich zorgen over de overgang van de zorg naar de gemeente. Nu zijn de provincies en het Rijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar na december is dat de taak van de gemeente. Eline Polders is groepsleider van de Elker. Daar worden jongeren tot 18 jaar opgevangen. We zijn een groep voor jongeren van 12 tot 18 jaar. En op het terrein zitten meerdere groepen. In totaal zo'n 40 jongeren hebben we hier op het terrein. Die uiteenlopende problematiek hebben. Dus van gedragsproblematiek naar complexe thuissituaties. Van traumatische kinderen, dat verschilt. En die proberen we op weg te helpen om weer verder te komen. Zij merkt de gevolgen van de overgang. Voor ons betekent dat dat we gaan krimpen, dat we al bezig zijn met een krimp om met de bezuinigingen om het toch zo voordelig mogelijk, maar ook wel de kwaliteit te waarborgen. Dat houdt in dat we op een andere manier met onze jongeren zijn gaan werken, met andere methodieken. Maar ook dat er werknemers uit moeten en dat er zijn drie groepen gesloten inmiddels. Dus er zijn ook minder plekken voor jongeren. De gemeente krijgt minder geld voor jeugdzorg. Ze koopt de zorg in bij die instellingen en bedingt een korting van 20%. De bezuiniging is niet, dat is natuurlijk nooit handig, omdat je er zullen jongeren tussen wal en schip vallen. En er zullen jongeren, richt het dan alleen op de jongeren natuurlijk, tekort komen. Dus ik denk niet dat het goed is. Ik denk wel dat er zoveel mogelijk geprobeerd wordt om daar goed op in te spelen. Dus dat organisaties wel veel harder aan de slag gaan om die kwaliteit goed weg te zetten. De gedachte achter de bezuiniging is dat als je dichter bij de cliënt staat, de zorg goedkoper kan. Ik denk dat het idee een heel mooi idee is. Ik vrees alleen in de praktijk dat daar wel een hoop valkuilen die je tegenkomt en daarin ook toch wel veel jongeren tussen wal en schip vallen. Omdat het is een nieuw systeem. Een nieuw systeem moet altijd een weg gaan vinden om dat goed te laten verlopen. Dus dat kan best wel een tijd gaan duren voordat dat goed verloopt. Als jongeren 18 jaar worden, vervalt de jeugdzorg en is er geen opvang meer. Sarah woont in de Elker. Op dit moment is Elker heel erg belangrijk voor mij, aangezien het onmogelijk is om rustig thuis te wonen. Het ligt niet aan mij, maar daarom is Elker op dit moment het enige alternatief waar ik me goed kan ontwikkelen. Nou gaat de transitie door. De jeugdzorg komt bij de gemeente te liggen en niet meer bij het Rijk en bij de provincie. Wat zijn de gevolgen voor jou? Nou, mee door mijn leeftijd kom ik nu tussen wal en schip te belanden. Ik zou zelfstandig moeten gaan kunnen wonen, maar omdat ik bijna 18 ben, zou ik dat zelf moeten gaan financieren. Maar ik zit nog maar aan HAVO 5 en je kunt niet verwachten dat ik dan volwaardig al een kamer kan gaan betalen. Hoe zie jij nou je toekomst? Onduidelijk, heel erg onduidelijk. Zie jij een manier om eruit te komen? Nou, we zijn natuurlijk aan het zoeken naar oplossingen. Maar dit zal niet helpen als ik 18 ben. Dan zou het uiteindelijk moeten gaan gelden van mijn studiefinanciering of ik moet echt gewoon gaan werken. Volgens Patricia Wit van het comité voorzorg is de gelegenheid niet aangegrepen om de jeugdzorg te verbeteren. Nee, wat ik een gemiste kans vind is dat de jongeren na 18 geen nazorg krijgen. Terwijl die nu echt tussen wal en schip vallen. En je ziet dat daar heel veel problemen zijn. Zij ziet ook de gevolgen van de bezuinigingen. Dat de werknemers ontslagen worden en die moeten wel, de werknemers die overblijven, die moeten wel het goede werk blijven doen. Die moeten wel dezelfde aantal jongeren blijven zien en behandelen en volgen en begeleiden. Dus de werkdruk wordt groter voor de mensen die er blijven. Minder mensen op een groep houdt ook in dat er een snellere escalatie is. Stagiaires worden ingezet terwijl ze nog niet ingezet mogen worden. Jongeren voelen zich niet gezien. Dat kan je wel illustreren, maar ook gezinshoofden die hun jongeren niet zien en niet goed kunnen volgen. En daarom afgaan op rapportages, terwijl ze niet goed in gesprek gaan met de jongeren. De zorg gaat naar de gemeente per 1 januari 2015.